Komt-ie. Achter die trein. Ah, verdomme. Wat gaat hij snel? Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe donderdag video. Vandaag zijn we weer teruggekeerd in de wonderlijke wereld van World of Tanks. Ik heb iets aan jullie mede te delen. Dat is dat deze video gesponsord is. En daarnaast heb ik jullie nog iets mede te delen. Als jij nieuw bent bij dit spelletje, er staat een linkje in de beschrijving. Als je daarop klikt, kom je op een mooi websiteje terecht. Vul je je codetjes in, je gegeventjes in. En dus uiteindelijk ook het woordje Tanktastic. En daarmee krijg jij bij een nieuw account 7 dagen premium, een gratis garageslot, 500 gold en nog een gratis premium vehicle, oftewel een tank, want het is World of Tanks. Dus mocht je dat willen, maak vooral gebruik van de code in de beschrijving, werkt alleen voor nieuwe accounts. Oké, jongens, ik heb hier talloze tankjes voor me. Welke zullen we eens kiezen? Ik zie hier de grill. Zijn niveau 5 artillerie. Ziet er leuk uit. Cause I like my grills, hè? Oké, het gevecht start over 10 seconden. Missie, verover de basis of vernietig alle vijandelijke voertuigjes. Nou, nu zien we op onze mapje dat er locatie 1, 2 en een witte vlag is. Dus laten we maar gaan bewegen. Aangezien wij een artillerie gun zijn, moeten we natuurlijk wel even rekening houden dat wij natuurlijk gewoon afstand bewaren op de rest. Kom moeilijk het heuveltje over. Maar ik zie daar een hele mooie berg waar ik wil gaan staan. What the fuck? Hij schiet op mij. Ben je mal? Ik ben eindelijk op de berg. Ik kan doorrijden, maar ik kan hier eventjes gaan kijken. Eens even kijken. Waar heb ik een free shot? Ah, ik zie er hier eentje. Zullen we schieten? 3, 2, 1, blip. Oh, mijn kogel kwam daar terecht. Oké, eventjes herladen. Geen probleem. Oeh, die is al ontploft daar. Oké, ik ben die ene uit het zicht verloren. Maar deze witte cirkel is waar de strijd gaat plaatsvinden. Dus we moeten eventjes kijken of we ergens een free shot op kunnen maken. Oeh, kijk, daar is hij weer. Kunnen we hem raken vanaf hier? Zullen we zeggen hier zo? In 3, 2, 1... Oeh, dat was volgens mij wel dichtbij. Kijk, daar rijdt hij, daar rijdt hij. Oké. Oké, het herladen is voorbij. Eens even kijken, waar is hij? Oh, zo, die gaat er even snel vandoor. No, wow! Dat was een flanker. Oh mijn god, ik ben geflankt. Nou, wat zonde. Ik heb... Oh, kijk. Nee. Kijk, ik zie daar een mooie plek. Als ik daar op tijd kan komen, dan kunnen we wel iets moois regelen. Even kijken, als ik hier draai, dan heb ik op zich ook al een mooi vantage point. Eens even kijken, hè. Ze zouden hier ergens moeten zitten, volgens mij, de tegenstanders. Daar zo. Oké, dan moet even... Mijn crosshair moet wat kleiner worden. En... Biem! Komt-ie! Oh, ik heb hem vol op zijn mik geschoten! Let's go! Oké, volgende is gespot. Hier zo. Oké, 3 seconden herladen. Laat de crosshair maar een tikkeltje kleiner worden. Alhoewel, ik kan ook wel op deze schieten. Hopelijk staat die berg niet in de weg. Vuur! Komt-ie! Oeh, die moet hij gevoeld hebben, hè? Oké, hier achter deze berg zit er een, maar mijn teammaat zit daar. 5 seconden. Oh. Ik moet kunnen vuren. 2, 1. Daar zo. Dit is prima. Oh, ik schoot langs hem. Ik had ook niet verwacht dat hij zo agressief vooruit zou rijden, eerlijk gezegd. Oké, 1 seconde. Hij blijft in het hoekje staan. Dus ik ga gewoon... Biem! Oeh, die heeft 21%. Die kan ik ook raken als ik nog 10 seconden heb. Oeh, hier achter de berg zit er een. Opletten, makkers. Opletten. Hij gaat niet naar voren rijden. Hij weet dat ik hem dan kan raken. Oh, hij gaat wel naar voren. Hij gaat agressief. Mijn crosshair moet kleiner worden. Hij trekt terug. Vuur! Dit gaat hem worden. Dit is hem. Got him! Yes, let's go! Oh, gaat die gast achteruit of gaat hij vooruit? Wat is de bedoeling? Ah, hij gaat krap bij de berg. En dan kan ik hem niet raken. Hij moet even dichterbij komen, dan kan ik hem raken. Kom op, jongen. Iets dichterbij. Daar hebben we hem. Nu is de vraag, gaat hij doorrijden of terug? Hij moet deze kant op komen, lijkt me. Oh, nee. Oké, wat ga je doen? Hij blijft hem daar denk ik chillen. Vuur! Oh, ik schoot langs hem. Ik heb wel schade veroorzaakt. Wat ga je doen, makker? Wat ga je doen? Je moet toch echt even in mijn crosshair komen? Ik hoop dat dit hem is. Ik heb hem wel weer geraakt.
Want het makkertje van 19% moet hem nu toch echt kunnen afmaken. Of die. Pedro. Pedro, doet u het hem even. Goed gedaan, Pedro. Let's go. Oké, ik heb geen idee waar al die anderen zitten. Er zijn nog 5 vijandelijke tanks. Dus ik ga een beetje vooruit bewegen. Ho, ho. Ik zie er hier weer een. Dit kan ik wel raken vanaf hier. Even mijn crosshair lekker klein maken. Die zit er toch in die hoek verstopt, joh, die makker. Blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Goed zo. Komt-ie. Kiekeboe. Oh, ho. In één keer. Got him. Ik weet niet, hoeveel sta ik? Ik heb fucking 3 kills. Let's go. Ik weet niet, ik vind artillerie zo chill. Omdat het gewoon... Je moet gewoon één keer een goede positie hebben. En dan kan je gewoon van afstand schieten. Oké, ik kan hem schieten als het goed is. Nou, net niet. Zo misschien. Ik weet niet, hij zit er heel vervelend achter een berg. Of ik fucking schiet hem gewoon op zijn hoofd. Let's go. 4 kills. Team scoren, 4 kills. En ik heb alsnog geen eens de hoogste punten. Hou op, schij uit. Oké, ik heb nu een elite lichte tank genomen. Het is gewoon weer deathmatch of veroveren basis. En nu wil ik gewoon even ergens vooraan de linie... Oh shit. Ik wilde zeggen, ik wil ergens vooraan de linie zitten, maar ik ben ook een gespot. Oeh, wacht. Ik kan hier, als het goed is, een beetje doorheen gluren. Is natuurlijk net mijn tank een beetje te klein. Ik heb misschien wel een idee. Die was net mis. Even kijken, waar... Oeh, kijk, hier omhoog kan ik ook nog eens staan. Ik ben niet een al te zware tank, dus mijn schoten zullen niet al te veel impact maken. Maar het zal zeker wel iets doen. Als ik überhaupt raak schiet, dat is ook wel een idee. Dan ga ik maar mijn mobiliteit gebruiken om een impact te maken. Ik schiet compleet mis omdat mijn crosshair niet gefocust is. Boompje omver. Die omver. Even lekker stilstaan. Mikken. Oh, dat doet damage hoor. Even herladen. Kan ik bewegen? Nou, die is gewoon helemaal kapotzie. Oké, dan kunnen we nu weer in de aanval. Ik zie er links nog 2 tanks staan. Rijden we gewoon zo snel mogelijk op af. Turbo, jongens. Turbo. Oeh, ik heb daar een zicht vanaf hier. Even kijken. Even... Hij mikt ook op mij. Kom op. Yes, ik heb hem. Ik ben ook flink geraakt, hoor. Deze tank heeft namelijk niet al te veel HP. Dus, Oeh, shit. Mijn eerste ammo is ook op. Maar dat maakt op zich niet uit. Alles in deze hoek is clear. Wat hebben we daar? Daarboven zat er nog 1. Die is ook dood. Er zijn er nog 2 andere makkertjes ergens. Eentje zit daar nog helemaal in de hoek. En er zal vast nog wel ergens anders eentje verstopt zijn. Oh, nou oké. Okay. We hebben ze allemaal verslagen. Hartstikke goed. Ik ging al richting een basis om ze om het over te nemen. Maar dat was blijkbaar niet nodig. Oh, deze tank ziet er wel gaaf uit hoor. De M46KR niveau 8. Let's go. Oké, okay, verover de vijandelijke basis of vernietig alle vijandelijke voertuigen. Zo, iemand zit even de chat vol te spammen. Nou, ik heb in ieder geval een medium tank gekozen. Die kan gewoon 360 graden om zich heen draaien. Dat was een beetje mijn intentie. De crosshair is al lekker klein van dit ding. Dus we hebben al gelijk een soort machtspositie. Ik wil eigenlijk als eerste de stad een beetje gaan overnemen. En vanuit daar een beetje gaan spelen met mijn omgeving. Ik kan hoogstwaarschijnlijk vanaf hier ook al echt een schot maken. Zo, iemand rijdt daar toch even al. Nou, daar heb ik geen zicht op. Dat is net iets te ver. Oh, iemand rijdt aan deze kant van de rivier. Kijk, die daar. Die Akmeta. Als het goed is, kan ik hem gewoon vanaf hier... oké, never mind. Hij is al stuk. Doei, even terugtrekken. Wacht, ik heb zicht op die guy. En beam! Oh, die is heerlijk raak. Even herladen. Snel, snel, snel. Nu het nog kan. Hij rijdt daar ongeveer. Oeh, die was mis. Maar ik zit achter de bosjes, dus hij zou niet weten waar ik zit. Dus ik doe gewoon een gok nog steeds hier. Nee, mis. Never mind. Ik ben gespot. Oh, en ik ben vies hard geraakt. Ik ben gespot. Auw. Stop. Waar is hij? Hij zit links van die ene die stuk is. Hij zit daar zo. Als het goed is, kan je... Kijk, daar die glimps. Jammer, pik. Ik schoot jou lekker... Wat? Schade geblokkeerd. Nonsens. Auw. Niet goed. Die kreeg vol voor mijn gezicht. Auw. What the fuck.
Ik word geraakt van de vaar. En er moet een artillerie zijn. Maar eerlijk, hoe kan je door al die bomen heen schieten? Ik zie recht voor me, zie ik wel een goede heuvel op zich. Daar kan ik wel gaan staan. En voor de rest zie ik niet echt goede heuveltjes echt waar ik op kan staan. Ze zijn allemaal een beetje, ja, apart. Gaat niet zo lekker. Deze gaat ook gewoon compleet niet lekker. Het is geen heuvel om op te staan. Ja, dan kan je me een zetje geven, makker. Maar dat heeft er gewoon echt even geen zin, hè? Oké, deze map toch niet zo vriendelijk voor je artillery. Verkeerd gedacht. Jammer dit. Even kijken, er blijkt daar verderop eentje te zitten. Jammer dat ik hem gewoon niet kan raken. Omdat er te veel dingen in de weg zitten. Misschien die guy verderop. Ik zie een rode lijn, groene lijn. Als even mijn crosshair kleiner wordt, dan kan ik hem raken. Zitten daar met z'n drieën, joh. Oh, wat een vreugde dit. Wat een vreugde. Hier, in het midden. Hartstikke idee, beide geraakt. Oh, deze herlaat heel erg snel. Daar kan ik nog wel wat mee. Bablemo. Heb ik hem niet geraakt? Ongelooflijk. No, Hunter skilled noob. How are you dead, my friend? Oh, ik heb hem geraakt voor 8. Oké, dat was treurig. Nogmaals, komt-ie. Letterlijk erop. Boom. Huppakee, 10% eraf. Dat is al stukken beter. Deze herlaat sessie gaat heel snel. Oké, deze kan ik net niet raken. Net niet, nu net wel. Als hij even stilstaat. Boom. In zijn rug. Eroverheen? Are you what, mate? Oh, shit. Er wordt op mij gemikt. Rijd. Woehoe. Misgeschoten, makker. Even crosshair kleiner. Beam. Oeh, ja, die was lekker. Niet al te veel damage, maar ik doe wel damage. En dat telt in het algemeen. En beam. Oeh, die was ook lekker, hoor. Kijk, komt hij weer. Beam. Hoppa, niet al te veel damage. Misschien moet ik maar even mijn aandacht focussen op die ene 28%. Oké, 1. Hier. Beam. Oké, daar ging gewoon letterlijk niks vanaf. Shit. Oh shit, ze komen. Draai. Weg. In één schot. Oh. Oké, daar gaan we. Veroof de vijandelijke basis of vernietig alle vijandelijke voertuigen. We zitten in een stadsmappie. Die grote enorme beer wilde even door me heen rijden. Nou, dat is niet helemaal het geval. Ik zit in de 110. Dat is een zware tank. En laat ik me niet in het verlengde van deze straat gaan staan. Dan krijg ik zo heel gauw voor mijn kop. Ja. Daar. Zo, die chase er even vandoor. Draait die bij? Beam! Oké, iemand heeft zicht op mij, denk ik. Of dat was die ene zelfde. Zo, maar die gaat snel. Halt! Stop! Kom nou eens terug. Wil je niet zo vervelend zijn? Oké, ik kan zo. En dan heb ik zicht. Dan heb ik zicht. Zo. Auw! Don't. Haha, mist. Oh, shit. Bim. Die was wel raak en nog flink ook. Die guy die gaat de heuvel af of zo. Als het goed is, herlaat ik snel genoeg. En dan kom ik uiteindelijk hier terecht. Hallo. Waar is hij? Komt-ie. Achter die trein. Ah, verdomme. Wat gaat hij snel? Hou hem bij. Uh-oh. Oké, niemand op mij. Ah! Niks aan de hand. Oké. Als ik hier sta... Nee. Is hij... Volgens mij is hij immobiel. Hij is immobiel. Alleen ik kan niet schieten vanaf hier. Wacht, misschien vanaf hier. Ah, hij is al stuk. Xenio kon het ook gewoon niet laten. Oh-oh. Weg! Auw! Herlaat! 4 seconden. 3, 2, 1... Hij rijdt recht achteruit, dus ik moet hem op zijn zijkant kunnen pakken. Oké, dit was iets te enthousiast. Oké, wacht. Misschien kan ik hem juken. Misschien kan ik hem direct ook gewoon schieten, zo. Haha, ik heb hem. Ik kon op zich wel een schot incasseren van hem. Dus dat is goed. Dat is goed. Nu gaan we door naar Pimp GTI, als die nog leeft. Als ik nog leef tegen die tijd, kan je beter zeggen. Oké, ik ga Pimp GTI van zijn zijkant pakken. Beam. Got hem. Oh, kijk eens aan. We hebben gewonnen, hoor. Lekker bezig, makketjes.
Bedankt voor het kijken. Wil jij toevallig dit spelletje ook spelen? Spoel dan even terug naar het begin van de video. En daar staan alle instructies. Linkje staat in de beschrijving. Gratis account. Vul de code in Tanktastic. En dan kan je lekker beginnen met dit spelletje. Ik wil je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei doei!